Tbilisi natuurlijk een stad met twee gezichten. Ze heeft uiterst moderne gebouwen, maar ook natuurlijk prachtige oude wijken en hoekjes. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Is het allemaal te belopen? Ja, als je van wandelen houdt, als je van lopen houdt. Maar goed, nee, lopen is de mooiste manier, vind ik, tenminste, om de stad te ontdekken. Ja. Dus wij lopen gewoon van A naar B en dan kom je onderweg van alles tegen. Ja, het is juist de dingen die je onderweg tegenkomt, inderdaad, vaak het interessantste. Good morning. Uitgebreid ontbijt in Tbilisi. Maar deze komt als bekend voor uit Armenië, volgens mij. Het soepje, of was het probleem daar ook alweer mee? Ze noemen het koriander, ja. Dat is echt heerlijk. Dat is een enorme vergissing van de natuur. Op naar de eerste rit in de metro van Tbilisi. Kost niks. En dan heb je wat. Ondergronds wordt een belangrijk keerpunt in de Georgische geschiedenis herdacht. Een referentie aan de Rozenrevolutie die hier jaren geleden plaatsvond. En waardoor er veel ten goede is veranderd in het land door toenmalig oppositieleider Michail Saakashvili. Inmiddels wordt de man gezocht als een crimineel, mag hij het land niet meer in zonder opgepakt te worden. Hij kan verkeren. We gaan naar een wijk aan de overkant van de rivier en maken daarom gebruik van een van de twee metrolijnen die Tbilisi rijk is. Omdat Tbilisi als een van de belangrijkste steden in de voormalige Sovjet-Unie werd beschouwd, kreeg het als vierde stad een metrosysteem, na Moskou, Sint-Petersburg en Kiev. Eenmaal bovengronds stuiten we op een bekend probleem in dit soort landen, straathonden. Geoormerkte honden. De oormerken geven aan dat deze honden gevaccineerd en gecastreerd zijn. De inmiddels bekende krakkemikkigheid is ook hier niet van de lucht. Ik zou persoonlijk niet mijn auto nog geparkeerd hebben. Want ik denk dat het ene is daar een keer vanaf komt zeilen dat we komen achter. Er schiet me een Joegoslavisch beeld te binnen. Soms is het toch een beetje alsof je na de Balkanoorlog door Vukovar loopt. Dit kant op. Nog een paar jaar, je kan er nog niet tussen bouwen, zie je? Durf je er ook van te drinken? Er zijn momenten dat ik van het aanbod afzie, dat dit is zo'n moment. Ah, jammer. Inmiddels hebben we geleerd dat water op de stoep het wegsprenkelen betekent dat mensen welkom zijn. Ik voel me al een paar dagen enorm welkom overal. Hier ook. Het orthodox-christelijke geloof speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Georgië en ook in het dagelijks leven. Deze kathedraal werd tussen 1995 en 2004 gebouwd en is het grootste religieuze gebouw in de zuidelijke Caucasus. Blote knieën zijn niet toegestaan, dus moet Chris op zoek naar een doek om voor te binden. Daar zijn meer gegadigden voor bij dit zonnige weer. Niet in mijn maat en niet in mijn kleur. Ze moeten even wachten. De constructie van deze kathedraal van de Heilige Drievuldigheid stond symbool voor de Georgische nationale en spirituele wederopleving na de val van de Sovjet-Unie. In die periode werd religie sterk onderdrukt. Die onderdrukking heeft er niet voor kunnen zorgen dat een 1500 jaar oude traditie teniet gedaan werd. Al die willen te kaap gevaren. Ik ben eerder uitgekeken dan Chris, dus zetel ik me neer op een bankje waarmee ik meteen de aandacht van een bedelaar trek. Hallo? Can I get another drink? I have nothing. No, I'm sorry. Has it over yet? And can you share it? No, I don't. Na dit Georgische religieuze hoogtepunt gaan we een ander deel van het dagelijks leven in het land aanschouwen. De centrale markt waar de gewone Georgiër zijn boodschappen doet. Het begint er weer oud en vertrouwd op Oost-Europa te lijken hier, hè? Nou, hier kun je zien dat we een heel ander stuk van Europa zijn beland, want hier heb je de valuta van de omringende landen, dus je kunt letterlijk zien hoe ver we van huis zijn hier. Even verderop investeer ik in een beker kwas, een frisdrank van rogge en mout. Dat klinkt smeriger dan het in werkelijkheid is.
de nachtmerrie van GroenLinks. Vuurwerk in juni. Vrij verkrijgbaar. In Oost-Europa is het heel gewoon om je kleding op de markt te kopen. Ook voor mondhygiëne kun je hier terecht. Dit noemen we nou een speciaal zaak. Uiteraard moeten ook de citroenen optimaal voor de dag komen. Ik kom hier regelmatig oudere mensen tegen die een paar tanden missen, maar voor mij hebben we de oorzaak gevonden, of niet? Die ligt hier en je gaat de halve wereld over en je vindt goed om je eigen deel stoppen. Niet alleen de Georgiërs zelf houden van een snoepje. Maar het zijn niet allemaal lekkernijen. Dit is een running gag bij ons. Die hebben we gehad in Moskou jaren geleden. Keihard en niet tevreden. Helaas worden deze lieve ratjes hier onder ondermaatse omstandigheden verkocht. De verkoper wenst daar niet op aangesproken te worden. Speak English? No. Deze markt benadrukt nogmaals de Tweede Wereldomstandigheden in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Toch is er ook een scherp contrast te zien. Hoe kan het dat we al die dure auto's overal zien? Op de weg, je ziet hier Mercedes. Achter mij weer een, volgens mij, ja. Geeft toch wat te denken. We springen in een zeer betaalbare taxi voor een rit van 3 euro naar de andere kant van de stad. Beetje driving Miss Daisy lijkt het zo wel, hè? We gaan de berg op naar het hoger gelegen Ptatsminda Park, het pretpark van Tbilisi. Naast een interessant gesprek met een Nederlander die op de motor naar Georgië is gekomen, levert het ook mooie uitzichten op over deze stad van 1,5 miljoen inwoners. Schön, wa? We slaan de toeristenfoto over, want het park heeft veel meer plezier te bieden. Vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw ligt hier al op 770 meter hoogte een goed bezocht pretpark. Een kleine 20 jaar geleden kreeg het park een flinke update. Interessant is ook dat de stad hier meteen ophoudt. De bebouwing ligt in een lange slinger langs de rivier de Kura en beperkt zich tot het rivierdal. We weerstaan de verleiding tot een gratis foto met een nepdumpling en dalen af naar het centrum door rustige groene wijkjes waar kinderen vrij kunnen spelen. Onderweg naar beneden komen we onverwacht een Nederlandse vertegenwoordiging tegen. Dit is de Shota Rustaveli Boulevard, de winkelstraat van Tbilisi. Het is vooral de beter gesitueerde Georgiër die hier aan zijn trekken kan komen. Kijk, de vlag van de Europese Unie. Was mij al beloofd. Kijk, deze meneer op de gitaar heeft ongeveer mijn niveau. Zit er wat bij? De pijp. Ik heb er een van Albanië. Werkt niet. Hoe zou het komen? Inherent aan het kopen van zo'n ding in Albanië. Juist. Ja. Ja. Is er iets voor thuis om mee te nemen? Nou, een beetje mokkig, want ik ga bijvoorbeeld naar Alain. Ik zou er nog eens over nadenken. En als ik knoop op moet, dan moeten we van. Nu. Hallo. De nieuwe lelijkheid samengevat in een aantal tassen. I'm Dutch, and I know exactly it was free.
onbewaakte plek van een bedelaar. Opmerkelijk. Deze dame hiernaast mij zat eerst op één bankje verder. Maar sinds ik hier ben gaan zitten, is ze mijn kant opgekomen. Gezellig. Ik zit hier een beetje van de bedelaars, dus ik vermoed dat zij nog een move gaat maken. Ook in een relatief arm land als Georgië mag een luxe winkelcentrum niet ontbreken. We sluiten onze wandeling af op het plein van de Vrijheid, waar Sint Joris vanaf zijn sokkel aanschouwt hoe we door geheel rechtmatig de straat over te steken een aanrijding mede veroorzaken. We hebben maar niet bijstaan filmen. We sluiten ons bezoek aan Tbilisi af met een wandeling over de moderne Brug van de Vrede, die in 2010 in gebruik werd genomen. Heel Tbilisi lijkt hier s'avonds samen te komen op de brug die vanwege zijn maandverbandachtige vorm soms Always Ultra genoemd wordt door de locals. In de volgende aflevering trekken we de dramatische bergen van de Caucasus in.